Goedemorgen, het is vrijdag 15 mei en we beginnen met de 7e ruimtevaartbabbel. En over een kleine 2 weken, op 27 mei, lanceert NASA voor het eerst in 9 jaar opnieuw Amerikaanse astronauten met een Amerikaanse raket van op Amerikaanse bodem. Bijgevolg kan je wel zeggen dat die 27e mei voor de Amerikaanse ruimtevaart, voor de Amerikaanse bemande ruimtevaart, een hele belangrijke datum wordt. Maar er is nog een reden om reikhalzend uit te kijken naar die 27e mei. De capsule die gelanceerd wordt, de Crew Dragon, is in tegenstelling tot alle vorige bemande capsules, zoals de Mercury, Gemini, Apollo, de Space Shuttle, wel, deze capsule is niet ontwikkeld door NASA, maar door de industrie. En NASA is gewoon een klant van de betrokken firma's. Meer zelfs, de Crew Dragon is ontwikkeld door een bedrijf dat 10 jaar geleden nog maar amper zijn eerste sporen verdiend had in de ruimtevaart. En ondertussen is SpaceX, want daar gaat het uiteraard over, is SpaceX niet meer weg te denken in die ruimtevaart. Nu, Crew Dragon is niet de enige capsule die NASA heeft laten ontwikkelen om astronauten naar het ruimtestation te transporteren. Dat gaat normaal gezien ook volgend jaar gebeuren met Starliner, een capsule die door Boeing ontwikkeld werd. Zowel Crew Dragon als Starliner maken deel uit of horen thuis in het Commercial Crew programma van de NASA. In vorige ruimtevaartbabbels hebben we al kennis gemaakt met de onbemande tegenhanger van het Commercial Crew programma, namelijk het Commercial Cargo programma. In deze ruimtevaartbabbel gaan we dus praten over dat Commercial Crew programma enerzijds, en anderzijds gaan we ook eens een keer kijken wat de gevolgen zijn voor de Russische ruimtevaart. Met de landing van het ruimteveer Atlantis, dat was missie STS-135 op 21 juli 2011, toevallig of niet op onze nationale feestdag, maar toen kwam er ook een einde aan het Space Shuttle-programma. Landing gear down and locked. Main gear touchdown. Hurley now deploying the drag chute. Ferguson rotating the nose gear down to the deck. Nose gear touchdown. Having fired the imagination of a generation, a ship like no other, its place in history secured, the space shuttle pulls into port for the last time. Its voyage. De reden dat het shuttle-programma werd stilgelegd kent zijn oorsprong in de gebeurtenissen op 1 februari 2003. Toen keerde het ruimteveer Columbia terug naar de aarde, maar door een gat in een van zijn vleugels konden de hete gassen die ontstaan bij de re-entry in de dampkring het ruimteveer binnendringen. Columbia brak in stukken uit elkaar en de 7-koppige bemanning kwam om het leven. Na het drama met Challenger in 1986 was dit het tweede grote accident met de Space Shuttle. We're going to suspend our normal format right now because we've got some breaking news. A few minutes ago, it was about 8 o'clock because we had just started at the top of this hour, the Space Shuttle Columbia was going over North Texas. You're looking at a live picture now of Mission Control. And this was the shuttle going over North Texas. At the time, it looked like a normal re-entry because the shuttle would normally light up in re-entry because of the heat of the friction of the Earth's atmosphere. But then we began to see this. If you'll notice here, it looks like you can see pieces of the shuttle coming off. Pieces of the shuttle coming off, and NASA, we can confirm that the shuttle is behind schedule. It was to land in Florida. There you see what appears to be multiple pieces of the shuttle. We cannot confirm whether this is an indication that the shuttle broke up upon re-entry or not. Well, we can confirm right now that NASA has told us shuttle was at an altitude of 200,000 feet, traveling at 12,000 miles an hour. When Mission Control confirms it lost contact, there's been no further communication with the shuttle Columbia since then. And there you can see numerous streams of what appear to be some kind of objects leaving some kind of trail over the skies of North Texas.
Het daaropvolgende onderzoek concludeerde dat het shuttleprogramma duur en complex was en dat er misschien toch wel wat problemen rond veiligheid waren. Daarop werd besloten om het shuttleprogramma stop te zetten van zodra het ISS, het internationale ruimtestation, afgewerkt was. En omdat we toch nog mensen naar dat ruimtestation wilden gaan vervoeren, was er ook nood aan een nieuw ruimtetuig. Dat zou de CEV worden, het Crew Exploration Vehicle. Zoals de naam al laat vermoeden, Exploration, Crew Exploration Vehicle, paste de capsule ook in een breder programma. En in 2004 zou Bush zijn vision for space exploration dan ook aankondigen. Today we set a new course for America's space program. We will give NASA a new focus and vision for future exploration. We will build new ships to carry man forward into the universe, to gain a new foothold on the moon, and to prepare for new journeys to the worlds beyond our own. Dat leidde uiteindelijk tot het Constellation-programma, waar naast die CEV ook twee raketten zouden ontwikkeld worden. Enerzijds had je de Ares-1, geschikt om die CEV te lanceren, om bemanningen te lanceren. Anderzijds had je de Ares-5, dat was de zwaardere raket die de zwaardere lasten in de ruimte kon brengen. Zoals bijvoorbeeld een op dat moment nog te ontwikkelen maanlander, de Altair. En de bedoeling was om de laatste in 2020, dat is dit jaar dus, om de laatste in 2020 terug op de maan te staan. Die CEV, het Crew Exploration Vehicle, zou volgens de planning toen een eerste bemande vlucht in 2014 maken. Maar, zoals dat wel meer gebeurt, de nodige budgetten of het nodige geld kwam er niet. Er waren problemen met de ontwikkeling van zowel de capsule als van de raket. Er was nog wel een testvlucht met een prototype van de Ares-1 raket. Dat had plaats op 28 oktober 2009. De raket vertrok op het Launch Complex 39B, dat toen nog altijd dienst deed in het kader van het Space Shuttle programma. Dat is nu omgebouwd voor het Space Launch System, een raket die in de toekomst hopen te lanceren. En dat prototype van die Ares-1 die toen gelanceerd werd, dat zag er een beetje uit, uiteraard zoals de Ares-1, maar het was alleen maar met een eerste werkende trap, tweede trap, de rest van de raket was gewoon een dummy. Ja, en dat was niet bedoeld om te werken. Ignition system is armed. Sound suppression water system is activated. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And ignition and liftoff of Ares 1X. Testing concepts for the future of new rocket design. Nu in 2009 was er een onderzoekscommissie die de toekomst van de Amerikaanse bemande ruimtevaart moest bekijken. En op basis van dat rapport werd in 2010 door de Obama-administratie beslist om dat Constellation-programma stop te zetten. Het vizier werd daarbij niet langer meer op de maan gericht, maar werd naar Mars gedraaid. Voorlopig zou, na het stopzetten van het Space Shuttle-programma, de Russische Soyuz-capsule Amerikaanse astronauten naar dat ruimtestation brengen. Er zou ondertussen een nieuwe zware raket ontwikkeld worden, het Space Launch System. En het Crew Exploration Vehicle zouden we aanpassen tot een multipurpose crew vehicle, wat uiteindelijk onder de naam Orion zou gekend worden. Het Commercial Cargo programma, met ontwikkeling van de Cygnus-capsule en de Dragon, die hebben we in de vorige aflevering al eens een keer bekeken, dat was een succes. Het principe om een capsule te laten ontwerpen, te laten bouwen, te laten ontwikkelen door de privésector en daar dan gewoon, zoals wij als klant bij een leverancier die ze gaan kopen, zo zou NASA dan ook gewoonweg vluchten bij die betrokken firma's bestellen. Dat was een succes geworden, dus men besloot eigenlijk om, wat bemanningen betreft, het gelijkaardig programma op te starten, het Commercial Crew programma. NASA zou mee investeren in de ontwikkeling van die capsules en
uiteindelijk dus, zoals ik net gezegd, een aantal vluchten afnemen. Nu, de ontwikkeling van die toestellen, van die capsules, lag dan wel in de handen van de industrie, maar NASA, het Amerikaanse ruimtevaartagentschap, had uiteraard een aantal eisen. De capsule moest 4 bemanningsleden veilig en wel kunnen afleveren bij het ruimtestation. En ze er uiteraard nadien ook veilig en wel terug naar de aarde kunnen brengen. Daarbij moest die capsule minstens 210 dagen aan het ISS gekoppeld kunnen blijven. Bij noodtoestand in het ruimtestation moest de bemanning zijn toevlucht kunnen zoeken in die capsule en ze moesten daar een 24 uur afgezonderd in kunnen blijven leven. En men noemt dat ook wel een keer het safe haven principe. Was er nood aan evacuatie, bijvoorbeeld er was een lek of een brand of iets dergelijks, hè, dan moet het ruimtestation geëvacueerd worden en dan moest dus de capsule zeer snel terug naar de aarde kunnen. Hè. Men noemt dat ook wel eens een keer het assured crew return, of dus zeker van zijn dat je op tijd terug op de aarde bent. Het programma, het Commercial Crew programma, bestond in een aantal fases. Een eerste fase, of de eerste twee fases, was eigenlijk gewoon van kijk, we geven een aantal firma's die zich kandidaat stellen, en we kiezen er daar een aantal uit, we geven een aantal firma's de mogelijkheid om een aantal ideeën, technologieën en zo verder op punt te stellen. Dat was het Commercial Crew Development Program. Dat waren vaste prijscontracten, dus je kreeg een vast bedrag. En dat werd in schijven uitbetaald naar gelang het behalen van een aantal mijlpalen. Zo werd er in 2010 in de eerste fase van dat Commercial Crew Development Program $50 miljoen verdeeld over een vijftal contracten. Daaronder bijvoorbeeld, er was nogal een van de raketten die men op dat moment beschikbaar had, was de Atlas V raket. Die was niet gecertificeerd om mensen te lanceren, onder andere omwille van het feit dat er geen launch escape system was, geen launch abort system was. Dus in geval van een probleem met de lancering moet de capsule in veiligheid kunnen gebracht worden, moet de bemanning in veiligheid kunnen gebracht worden. Dus dat moest nog allemaal ontwikkeld worden. En een van die contracten ging bijvoorbeeld over dat launch escape system voor de Atlas V raket. Nu een jaar later, in 2011, werd een tweede Commercial Crew Development Program contract uitgereikt, waarbij nog eens $270 miljoen verdeeld werd over 7 contracten. De volgende stap was het Commercial Crew Integrated Capability Contract. Deze keer werd er aan de industrie gevraagd om een totaaloplossing te presenteren. Dus niet alleen van dit is onze capsule, maar ook hoe brengen we die capsule in de ruimte, met welke raket, wat komt daar allemaal bij kijken en ook hoe komt de capsule terug. Wat hebben we allemaal nodig aan operaties om dus heel die vlucht succesvol te laten verlopen? Dat contract werd in augustus 2012 uitgereikt. NASA and its Commercial Crew program today announced new agreements with 3 American commercial companies to design and develop the next generation of US human spaceflight capabilities, enabling a launch of astronauts from U.S. soil in the next 5 years. Advances made by these companies under newly signed Space Act agreements through the agency's Commercial Crew Integrated Capability Initiative are intended to ultimately lead to the availability of commercial human spaceflight services for government and commercial customers. Our commercial crew and cargo efforts are based on a simple but powerful principle. By investing in American companies and American ingenuity, we're spurring free market competition to give taxpayers more bang for the buck, while enabling NASA to do what we do best, reach for the heavens. En dan in september 2014 werden de uiteindelijke winnaars aangeduid. Dat was het kader dan van het Commercial Crew Transportation Capability Contract. De winnaars, dat waren er 2, werden bekendgemaakt door toenmalige NASA-administrator Charlie Bolden, die ooit nog commandant geweest is van de vlucht waar Dirk Vriemoot ook deel van uitmaakte. We know now, however, who will build those spacecraft. Boeing and Space Exploration Technologies, or SpaceX,
have each presented to us designs that will allow us to fly crews to the International Space Station in just a few years. The companies selected for the Commercial Crew Transportation Capability contracts will work with NASA toward the goal of certification, including a test flight with a NASA astronaut by 2017. We are one step closer to that future. The nation is entrusting us with the opportunity to establish a U.S. commercial capability to share the job of flying NASA crew members to the International Space Station. Boeing kreeg $4.2 miljard, SpaceX $2.6 miljard. Dat is een pak minder en het ging om hetzelfde. Ze moesten beide zowel een onbemande als een bemande testvlucht uitvoeren, als ook 6 operationele missies, dus 6 keer effectief astronauten naar het ruimtestation voeren. Oorspronkelijk was de allereerste vlucht gepland in 2015, maar het is een verhaal dat we al wat meer gehoord hebben. Het Amerikaanse congres kwam niet altijd met voldoende geld over de brug, waardoor dat zowel Boeing als SpaceX vertraging opliepen, maar er waren niet alleen vertragingen omwille van te weinig geld, er waren ook wel de nodige technische moeilijkheden. Kennis maken met Crew Dragon, met Starliner, dat gaan we volgende week doen. Maar helemaal in het begin van deze ruimtevaartbabbel hebben we dus ook nog eens even de Soyuz vermeld gehad. De capsule die na het stoppen met de Space Shuttle en in afwachting van die eerste bemande demonstratievlucht in kader van dat Commercial Crew programma, was het dus de Soyuz capsule die mensen naar het ISS, die Amerikanen, Russen, Europeanen, Japanners, Canadezen, naar dat ruimtestation zou brengen. Rusland deed die vluchten niet gratis. Amerika, NASA, moest daarvoor met geld over de brug komen. En dat komt nu tot zijn einde met ingebruikname van Crew Dragon, met ingebruikname van Starliner. Hebben de Amerikanen geen nood meer om nog Soyuz-vluchten te kopen. Wat de gevolgen zijn voor Rusland en hoe het zit nu met die Soyuz, wel, daar gaan we in het tweede gedeelte van deze ruimtevaartbabbel over praten. Dat ga ik niet zelf doen. We hebben daarvoor contact opgenomen met Bart Hendricks, die bij de Volkssterrenwacht Urania denk ik wel bekend is. En die, mag dat toch wel zeggen, wereldwijd gekend staat als een expert in de Russische ruimtevaart. Goed. Ja. Misschien Bart, welkom in de ruimtevaartbabbel uiteraard. Hallo. Maar misschien kort eens even jezelf voorstellen. Ik ben Bart Hendricks en ik ben al heel lang bezig met ruimtevaart, sedert eind jaren 70, begin jaren 80, met een bijzondere interesse voor de Russische ruimtevaart. Geschiedenis van de Russische ruimtevaart. En ik heb al heel wat artikels geschreven, presentaties gegeven. En dat blijft maar voortgaan. Dikke boeken geschreven? 1 boek geschreven over de Buran. Niet overdrijven. Maar wel heel wat artikels voor British Interplanetary Society vooral. En een paar andere bladen. En tegenwoordig hou ik me vooral bezig met Russische militaire ruimtevaart. Dat is zo mijn nieuw stokpaardje geworden de laatste tijd. En ook al jarenlang lid van Volkssterrenwacht Urania, denk ik. Ja. Ik weet al niet meer sedert wanneer. Heel lang dus, ja. Ja. Nu, goed. Ik had u gevraagd om, want het is vandaag, deze aflevering gaat een beetje rond Commercial Crew. En als we over Commercial Crews praten, Space Shuttle is gestopt in 2011 en al die tijd hebben de Amerikanen dus beroep gedaan op de Soyuz. Soyuz speelt dan de rol van in het begin van het ISS van het ruimtestation, al sinds 1999 eigenlijk. Maar de Soyuz is eigenlijk wel een veel ouder toestel dan dat, hè? Absoluut. Als je de geschiedenis van de Soyuz wil reconstrueren, dan moet je teruggaan tot het begin van de jaren 60 in feite. Dus toen de Vostoks en de Voskhods nog aan het vliegen waren, werden al de eerste plannen gesmeed voor de Soyuz. En het oorspronkelijke idee was eigenlijk dat die vooral zou moeten dienen om naar de maan te vliegen. Het idee was dat die dezelfde rol zou vervullen als de Command and Service Module van het Apollo-project. Dus dat die in een baan om de maan zou blijven cirkelen, terwijl een cosmonaut naar het maanoppervlak zou afdalen met een maanlander. Ze hebben ook gedacht aan een kleinere versie
met maar twee modules die dan gewoon rond de maan zou vliegen en zou terugkomen. En die hebben ze ook onbemand uitgetest onder de schuilnaam Zond. Maar dat hele maanproject is dan opgedoekt na Apollo 11. En vanaf toen zijn ze de Soyuz gaan gebruiken voor de rol die je vandaag nog altijd vervult. Dat is als een soort taxi om naar ruimtestations te vliegen. Dat is begonnen in het begin van de jaren 70 met de Salyut ruimtestations. Dat is later verder gegaan met de Mir. En dat is nu nog altijd het geval bij het ISS. Inmiddels zitten we al wel aan de achtste generatie van de Soyuz-schepen. Dus ze worden al 50 jaar gebruikt, maar die worden natuurlijk wel voortdurend verbeterd. Hè. Vooral de laatste jaren is er veel gedaan, omdat meer aan de digitalisering van dat toestel hebben ze gewerkt de afgelopen jaren. Extern ziet het er nog bijna identiek hetzelfde uit als 50 jaar geleden. Dus je gaat weinig verschil zien tussen de Soyuz vandaag en die van 50 jaar geleden, maar inwendig is er enorm veel veranderd in die jaren. Ja. Want die digitalisering heeft denk ik ook onder andere toegelaten, dat is denk ik niet alleen de capsule, maar dan ook de raket, dat de reis naar het ISS bijvoorbeeld, dat die veel sneller kan als vroeger. Hè? Ja, dat heeft inderdaad mee te maken. Dus hij kan nu op een paar uur naar het ISS vliegen. En vroeger was dat één dag of zelfs twee dagen, in het ergste geval inderdaad. Ja. Ja. Maar de Soyuz, om duidelijk te zijn, doet meer dan alleen maar mensen naar boven brengen en mensen terug naar de aarde. Hè? Ja, het doet ook dienst als een reddingssloep, hè, want er kan natuurlijk altijd iets mislopen aan boord van het ISS, waardoor de bemanning meteen naar de grond, naar de aarde moet terugkeren. En daarom zitten er ook altijd momenteel permanent twee van die Soyuz-toestellen aan het station vast. Tenminste, als er een bemanning van 6 in het station zit, nu zijn het er maar 3 voorlopig. En dat is een functie die hij ook altijd, die al sedert het begin vervuld heeft. Want de Amerikanen hadden in feite al vanaf de jaren 80 een probleem op dat vlak. Dus als even de geschiedenis terug ingaan, in de jaren 80 wilden de Amerikanen een ruimtestation bouwen dat Freedom heette. Dat zouden ze samen bouwen met de Japanners en met de Europeanen. Van de Russen was toen nog geen sprake dat die daar zouden aan meedoen. En toen al beseften ze dat ze een reddingssloep nodig hadden. En de Space Shuttle kon daarvoor niet gebruikt worden, want die kon maximum ongeveer een maand in de ruimte blijven. En dus toen al zijn ze beginnen te denken aan capsules om dat probleem op te lossen. En zelfs voor er van ISS sprake was, zijn de Amerikanen al gaan aankloppen bij de Russen om te vragen of ze de Soyuz konden gebruiken als een reddingssloep. Het idee was toen dat de Soyuz in de laadruimte van de shuttle naar boven gebracht zou worden en aan het Freedom Station zou gekoppeld worden. Maar toen natuurlijk, in 1992-93, hebben ze dan beslist om samen met de Russen het ISS te bouwen. En was dat probleem van de baan, toen konden ze gewoon, zouden de Russen regelmatig Soyuz-capsules lanceren naar het ISS. De Amerikanen zijn wel verder blijven werken aan plannen voor hun eigen Crew Rescue Vehicle, zoals ze dat noemden. De X-38 was dat, een soort klein ruimtevliegtuig. Maar dat bleek allemaal te duur te zijn uiteindelijk. En dus zijn ze een beroep blijven doen op de Russen. Zeker na het opdoeken van de shuttle moesten ze wel natuurlijk, hadden ze geen keuze. Er zijn misschien evenveel versies geweest of voorstellen geweest voor een crew return vehicle te maken voor de Amerikanen, dat er versies van de Soyuz geweest zijn. Ja. Nu, de shuttle speelde uiteraard een heel belangrijke rol voor de Amerikanen, want die brachten uiteraard hun mensen ook naar boven, ook mee terug naar beneden. Die heeft een heel belangrijke rol gespeeld, ook in die bouw van het ruimtestation. Maar toen dat die shuttle wegviel, was de enige manier om nog Amerikaan in het ruimtestation te krijgen, was met behulp van de Soyuz. Maar de Russen deden dat niet gratis. Nee, uiteraard niet. Dus dat heeft een heel wat dollars opgeleverd. En ze hebben die prijs ook zeer sterk opgevoerd in de loop der jaren. Als we kijken naar de evolutie van de prijzen, dan zien we dat zowat 10 jaar geleden dat ze nog ongeveer $20 miljoen vroegen voor één zitje. En nu is dat het viervoudige, meer dan het viervoudige. Hè? Want er is gisteren nog een contract afgesloten. Een van de afgelopen dagen is er nog een overeenkomst bereikt over een vlucht met een Amerikaan aan boord van de Soyuz in oktober. En nu vragen de Russen al zowat $90 miljoen. Pas op, dat is niet alleen voor de vlucht zelf, maar ook voor de hele opleiding die de Amerikaanse astronauten in Sterrenstad moeten doorlopen om met die Soyuz te kunnen vliegen. En ze hebben die prijs vooral opgevoerd natuurlijk na 2011, toen ze begrepen dat de Amerikanen wel een beroep moesten doen op de Soyuz om naar het ISS te vliegen. Dus dat heeft een aardig wat dollars opgeleverd. Ja. Nu,
Er is, zoals gezegd, er deze week dus een nieuw contract afgesloten om dus in het najaar van dit jaar nog eens een keer een Amerikaan mee te sturen. Maar nu dat NASA over zijn twee capsules gaat beschikken, in eerste instantie de Crew Dragon, later hopelijk ook de Starliner, dan hebben ze eigenlijk geen nood meer aan die Soyuz. Heb je daar enigszins zicht op van hoe dat gaat evolueren of wat dat daar aan het bewegen is? Ja, eerst moeten de Amerikanen natuurlijk bewijzen dat die twee capsules, de Crew Dragon en de Starliner, dat die wel degelijk betrouwbaar zijn. Hè? Dus de situatie is nu als volgt. De Crew Dragon gaat nu zijn eerste bemande vlucht maken eind deze maand, als alles goed loopt. Dat is een testvlucht, een bemande testvlucht. Daarna moet die in principe operationeel zijn. Starliner, die heeft eind vorig jaar zijn eerste onbemande vlucht gemaakt, maar dat is niet allemaal van een leien dakje verlopen. Die heeft zelfs niet kunnen koppelen aan het ISS, dus die gaan nog een tweede onbemande proefvlucht moeten maken. En daarvan zal dan weer afhangen wanneer de eerste bemande missie van de Starliner gaat plaatsvinden. Dus ze moeten eerst bewijzen dat die toestellen betrouwbaar zijn. En pas daarna zullen we eventueel kunnen zeggen dat die definitief de Soyuz gaan vervangen. Dus het is allemaal nog een beetje afwachten hoe dat gaat verlopen. Stel dat dit inderdaad de laatste vlucht gaat zijn, dus de laatste keer dat ze dan 90 miljoen of zoiets gaan betalen voor een zitje. Is dat een financiële aderlating voor de Russen of speelt dat geld op zich zo geen grote rol? Well, ik denk dat ze daar wel al rekening mee hebben gehouden. Hè. Dus ze hebben dat zien aankomen dat ze geen Amerikanen meer zouden moeten vervoeren. Ze kunnen dat waarschijnlijk ook wel enigszins compenseren door af en toe nog eens toeristen te laten meevliegen met de Soyuz. Hè. Want nu die Amerikanen niet meer gaan meevliegen, blijft er een zitje dan weer over om zo'n toerist te laten meevliegen. Ja. En ik weet niet, het is niet officieel bekend hoeveel die moeten betalen. Dat zal wel, ik vermoed, minder dan die 90 miljoen dollar zijn, maar dat zal hen toch ook nog wel wat geld opleveren. Dus ik denk niet dat financieel gezien zo'n grote consequenties gaat hebben. Als je naar het totale budget kijkt van Roscosmos, die hebben nu een budget van zo'n 3 miljard dollar per jaar. Dat is natuurlijk een peulenschil vergeleken met het NASA-budget. Hè. Dat is meer dan 20 miljard dollar. Maar financieel gezien gaat dat niet zoveel consequenties hebben. En ze kunnen dat nogmaals gedeeltelijk althans compenseren door af en toe eens een toerist te laten meevliegen. Ja. Nu, een laatste vraagje nog. We hebben daar straks al gezegd, of jij hebt daar straks al gezegd, dat de Soyuz al verschillende versies achter de rug heeft. X aantal. Wat we bij de Chinezen onder andere zien, dat daar een nieuwe generatie van de Shenzhou op komst is. De Indiërs praten over een ruimteschip. We zijn nu bij de Amerikanen eigenlijk met totaal nieuwe ruimteschepen bezig, of ruimtecapsules bezig. In Rusland is er ook al misschien 20 jaar lang, of misschien zelfs langer, praat om de Soyuz te vervangen, ook door een nieuwe capsule. Ik herinner mij ergens een Clipper en dat soort van toestanden. Is daar nog altijd sprake van? Is men effectief met een nieuw toestel bezig? Hoe zit het daarmee? Ja, absoluut. En daar kun je al een heel boek over schrijven voordat dat ding nog maar gevlogen heeft. Inderdaad, er waren plannen voor die Clipper. Dat was een toestel met vleugels. Dat was nog in het begin van deze eeuw. Dat hebben ze opgedoekt ergens eind van het vorige decennium, denk ik. En dan zijn ze begonnen aan een capsule-achtige toestel. Samen met de Europeanen eerst. Ze wilden dat eerst samen met Europa bouwen. Maar die plannen zijn dan ook opgedoekt na al die politieke toestanden in Oekraïne enzovoort. Toen zijn ze dat op eigen houtje beginnen te doen. En het is inderdaad een capsule die te vergelijken is met de Amerikaanse Orion en ook met die Chinese capsule die vorige week heeft gevlogen. Dus met een gewicht van ongeveer 20 ton, capaciteit van een viertal cosmonauten. Hij zou zowel naar het ISS kunnen vliegen als naar de maan. Dus het is een soort universeel toestel. Oorspronkelijk had het de naam Federatia, voor Russische Federatie. Maar de nieuwe baas van Roscosmos die vond dat toch maar geen al te geslaagde naam. Hij vond het te vrouwelijk klinken. En dat komt omdat in het Russisch, dat is een beetje grammatica, dan alle Russische woorden die op een A eindigen zijn van het vrouwelijke geslacht. Dus hij vond dat een nogal verwijfde term, blijkbaar. En toen heeft men dat ding een nieuwe naam gegeven vorig jaar, denk ik. En nu heet het Oriol, wat betekent arend. En ja, wanneer gaat dat ding vliegen? Dus
Het probleem is dat die Ariol die moet vliegen vanop de nieuwe lanceerbasis Vostochny, die ze aan het bouwen zijn in het oosten van Rusland. Die wordt al gebruikt voor lanceringen van de Soyuz, van de Soyuz-raket, moet ik zeggen, niet van de bemande Soyuz-tuigen. Wordt wel heel zelden gebruikt tot nu toe. En het probleem is dat die Ariol gebruik moet maken van de Angara-raket. Dat is een opvolger van de Proton-raket. Die heeft al een lanceerplatform in Plesetsk in het noorden van Rusland, vooral voor militaire lanceringen gebruikt. Maar die heeft nog geen lanceerplatform in Vostochny. Dus dat zijn ze nog aan het bouwen. En ze zijn nog maar in de prille fase van dat bouwproject. En dat betekent dat de lanceerdatum voorspellen heel moeilijk is. Dat hangt af van hoe de constructie van dat lanceerplatform verloopt. Bovendien is die Angara-raket nog niet echt goed uitgetest. De versie die ze nodig zullen hebben voor de Ariol, de Angara 5, die heeft nog maar één keer gevlogen. Dat was in 2014. Sedertien ligt dat project ook stil. Dus door allerlei financiële, technische, organisatorische problemen. Misschien gaat hij dit jaar een tweede vlucht maken. Dus die raket moet zichzelf ook nog bewijzen. Die moet, wat de Amerikanen zeggen, man-rated worden. Dus die moet kunnen bewijzen dat hij veilig genoeg is om cosmonauten te vervoeren. Dus twee grote problemen. Dat lanceercomplex moet nog gebouwd worden. En ten tweede, die raket zelf moet zichzelf nog bewijzen. Om nog maar te zwijgen van eventuele technische problemen met die capsule zelf. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat het allemaal vrij vlot verloopt en dat er genoeg geld voorhanden is de komende jaren. Dan zou het kunnen dat hij in 2023 ten vroegste zijn eerste onbemande vlucht gaat maken. Dan misschien 2024, 2025 eerste bemande vlucht. En ze spreken over een eerste vlucht rond de maan ergens eind van dit decennium. Maar dat zijn misschien optimistische plannen. Dus die lanceerdatum die blijven ze maar voor zich. Dat blijft maar. Dus bijna elk jaar kan je zeggen, het is binnen 4 jaar. Dat is al jaren niet veranderd. Dus we mogen er nog een beetje van uitgaan dat de Soyuz toch nog een tijdje het werkpaard gaat blijven van de Russische bemande ruimtevaart. Ja, en waarschijnlijk wel. En ze gaan die waarschijnlijk ook nog wel verbeteren. Een van de dingen waar ze al lang aan werken, ik weet niet of het er uiteindelijk van gaat komen, is dat ze de levensduur van die Soyuz gaan verdubbelen. Dus momenteel is dat 6 maanden, maar ze zouden dat willen opvoeren tot 1 jaar. En ook die Ariol trouwens, die nieuwe capsule, zou 1 jaar in de ruimte kunnen blijven. Een probleem waar de Russen trouwens mee blijven zitten, is dat ze heel weinig capaciteit hebben om cargo terug naar de aarde te brengen momenteel. Ja. De Amerikanen doen dat nu met de Dragon, die kan dat. Of met de cargo-versie van de Dragon en de opvolger daarvan. En dat zullen ze ook kunnen met die Dream Chaser, dat ruimtevliegtuig dat ze nu naar het ISS gaan sturen, de Amerikanen. Maar de Russen, wat kunnen zij terug naar de aarde brengen? 50 kilo samen met 3 cosmonauten in de Soyuz. Dus dat is een enorm probleem. Dus ze zijn ook van plan om een onbemande versie van de Soyuz regelmatig naar het station te lanceren. Die zou dan 500 kilo naar de aarde kunnen meenemen. Ja. Ze hadden plannen voor een opvolger van de Progress, de cargo-capsule, maar die zijn inmiddels opgedoekt wegens te duur. Dus ja. Zo staat het er momenteel voor. Oké, dan denk ik dat we een beetje terug op de hoogte zijn van wat er geldt en zelfs op vlak van de bemande ruimtevaart in Rusland. En misschien nog als afronder, kijk je uit naar de lancering of de eerste bemande lancering van de Crew Dragon? Of... Ja, uiteraard. En het is al zo lang geleden dat we nog Amerikaanse astronauten van Amerikaanse bodem hebben zien vertrekken. Niemand had dat durven voorspellen, denk ik. 2011 was de laatste shuttle-missie. En vergeet niet, dat is een record. Hè, want de langste gejaagd in de Amerikaanse bemande lanceringen was tussen Apollo-Soyuz in 1975 en de eerste shuttle, STS-1. In 1981, dus dat was ongeveer 6 jaar. En nu is het bijna dubbel zo lang. Ja, ik overdrijf nu een beetje. Het is enkele jaren langer geweest. En ja, ongelooflijk eigenlijk dat ze dat zo lang hebben laten aanslepen. Dus ja, ik kijk er uiteraard naar uit. En trouwens, als hij op tijd vertrekt, dan zouden we hier moeten kunnen zien overvliegen 20 minuten na de lancering. Want de timing lijkt wel gunstig te zijn. Het is zo wat rond 10:30 onze tijd, denk ik. Dus na zonsondergang.
Als het weer mee zit, zou je moeten kunnen zien. Dat geluk hebben we ook gehad bij twee recente lanceringen van de Falcon 9. Het is echt een prachtig zicht. En we hebben net genoeg tijd, denk ik, om de ontkoppeling te zien of het afscheiden te zien tussen de capsule en de tweede trap. En om dan rustig op ons gemak naar buiten te wandelen. Ja. En dan maar duimen op goed weer. Ja, dan kun je de Dragon zien. De bovenste trap van de Falcon en ook nog de beschermkappen van de zonnepanelen, want die worden ook afgestoten. Dus het is een heel mooi zicht. Dus laten we duimen dat hij op tijd vertrekt. Oké, iets om naar uit te kijken. Bart, ja. Bedankt voor dit korte interviewtje, voor deze korte babbel. En hopelijk nog wel eens een keer tot een andere keer. Graag gedaan. Tot ziens. Dag. Ja. En ondertussen tellen we rustig af naar woensdag 27 mei, de dag van Launch America. Met volkssterrenwacht Urania gaan we de livestream van de NASA ongeveer 1 uur voor de lancering gaan we die livestream overnemen en gaan we in het Nederlands uiteraard onze best doen om daar de nodige commentaar bij te voorzien. Hoe dan ook, in afwachting daarvan nog een fijn weekend en tot volgende week. Dag.